Want het is de laatste keer ook. Ik heb op een gegeven moment Louis Beren begonnen heeft met regentes. Maar hij is een beetje de enige. Ik denk dat die diploma's te gaan ondersteunen. Wie ook niet? Ja hoor. Ja, je moet dat weggooien wat goed is. En dan was ik het eerste wat ik aan dacht toen ik hoorde van het overlijden van Aad. Ja, dat is dat ook wat zeg. Ik heb dit jaar al 4 vrienden verloren, afgelopen jaar. Dat begon met Simon de Vogel, de traiteur. Goeie vriend van me. Frans van Essen in Curaçao, ex-marinier. Ko van Kessel in Thailand, afgelopen juli. En Aad natuurlijk. Nummer 5 voor haar ondaagse schuldig, trouwens, heeft zich alweer gemeld. Ik weet niet wat het is de laatste tijd, maar ik ben er wel achter dat het leven heel erg snel gaat. En dat het leven uiteindelijk een streepje is tussen 2 jaartallen. En dat ze dat streepje zelf niet mag vullen. Ik vind dat Aad dat op zijn manier fantastisch heeft gedaan. En ik heb inderdaad met Aad getoerd. Met Klaphard Haagse School. En ik heb heel veel dingen voorbij horen komen vanmiddag. En ik denk van ja, dat was inderdaad Aad. Een van die dingen was inderdaad de podiumangst. Ik weet dat het Aad mij belde en dat hij zei, wat kost het nou om zijn optreden af te zeggen? En toen moest ik George Visser bellen op een mooie theater en die zei, 1300 gulden. En toen ben ik Aad erom gaan halen en ik deed altijd Aad naar het optreden toe. En dat was heel raar, dat moeite met het podium. Als hij daar eenmaal stond, dan stond hij in de show. Dat heb ik allemaal 100.000 keer gezien. Maar hij had zoveel moeite om het podium op te gaan. Op een gegeven moment kwam er een drank ook bij en dat was helemaal niet goed. Maar ja, ik heb ook zo'n ding op de wc-pot zien liggen in de Staten al. Het is onbegrijpelijk dat sommige mensen nog zo'n stage fright hebben. Hè? Je hebt zelfs een band die daarmee opgehouden is omdat Zazar, gitarist, niet meer wilde optreden. Omdat hij angst had om op te treden. Dat was Ecstasy. Hoe heet die gewoon zo weer? Die zou van Ecstasy, hoe heet die weer? Andy Parkers, hè? Andy Parkers. Wat fijn is het om een publiek te hebben waar mensen zitten die de voornaam van Zazar van Ecstasy kennen. Dat vind ik prettig. We hadden een andere band. En dan ga ik zo direct een liedje van zingen in de afsluiting. Waar we enorm fan van maken, Aad en ik. Maar wie Aad kent, ja, ik vind het een fantastische cover. Dat hebben we heel goed gedaan. Het ziet er fantastisch uit. Die bleek klopt niet helemaal, maar het is een fantastische. Mooie cover. Ik hoop het allemaal, want ik weet zeker dat Theo echt zijn best bij heeft gedaan om er ook moois van te maken. En Aad had natuurlijk zijn plek in Den Haag. En dat bond ons daar, natuurlijk. De legen kom je aan de randen tegen. Waar stoffig op de schoorsteen prijkt. Over mijn lijk naar de Schilderswijk. Dat volk ervaart de rust als zegen. Maar zo niet ik, voor mij geen kassen, hoewel ik van een dorpje ben. De stad niet echt van huis uit ken, haal ik nu mijn lucht uit uitlaatgassen. Als kneuter ben ik afgemeld, mijn teugen zijn steeds volle teugen. De stedeling, hij kent geen maat. Tevreden heb ik vastgesteld, ik deug niet en ik zal nooit deugen. Domweg gelukkig, in de Potterstraat. Dat schreef Aad vrij natuurlijk naar deze bloem. Over zijn buurtje, over zijn prachtige buurtje. Ik heb een verhaal gevonden wat ik graag voor wil dragen uit die voorstelling die ik met Aad heb gedaan. En daarna sluiten we af met een mooi lied, wat ik ook samen met Aad geschreven heb. En uit die voorstelling, maar ik weet niet of het voorgelezen is het verhaal. Stoel de Jongens is het voorgelezen. Het lijkt me sterk, want hij schreef speciaal voor die voorstelling. En ik kwam erachter dat hand en denk, nou, ik ga het hier wat tegengeven. En misschien is het een mooi verhaal om Aad te typeren. Ik weet niet, ik heb niet veel gehoord van jullie, want het is echt de schrijverschap van Aad. Maar jongens, we hadden wel onze eigen, nou, ja, Carlichtel-achtig, Martin Bril-achtig, jongens. Dat is een stijl die zeer zeldzaam is. En dat, wat dat betreft is het ook een enorm gemiste Aad niet meer is. En dit verhaal illustreert dat als geen ander. Sinds ik een computer in huis heb, zie ik nog maar weinig tv. Vroeger keek ik onder het type, want dat heb ik blind leren doen. Zo heet dat als je tikt. En naar de toetsen, niet naar de toetsen hoeft te kijken. Maar bij de meeste tv-programma's hoef je niet na te denken. Veel glitter, weinig wol. Dus met een blik op de buis en een gedachte bij het werk, ramde ik het ene mooie verhaal naar het andere uit mijn typemachine. Maar zo'n computer heeft een eigen scherm. En of je wil of niet, je ogen worden daar naartoe getrokken. Soms zet ik, als ik laat thuis kom, nog even de Matrix aan. Het overzichtsscherm met de 16 beeldjes. Want daaronder zit onze dag het geluid van Radio 1. En die hebben zoals vaak aardige programma's. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar bij ons in Den Haag zitten er 2 filmnetten bij, die 16 deeltjes. En leg het nou bij, of is het nou echt zo dat er elke nacht op zeker 1 van die 2 filmnetten, hoe zeg ik dat netjes? Ja, want dan ging dat helemaal door, dat was netjes. Heftig wordt gevreden. En met heftig bedoel ik ook heftig. Dat de spetters er vanaf vliegen. Na verloop van tijd. Het gebeurt wel dat ik de tv aanzet en van schrik uitroep, meid, wat ben jij dan aan het eten? En als ik dan goed kijk, blijkt er een man aan vast te zitten. En dat het niet echt eten is wat ze doet.
Laatst had ik geen zin om te werken. Het komt bijna voor, maar het kan gebeuren. Ik heb een halve avond voor de buis gehangen. Toen zag ik er wel heel vreemde advertentie. Om het duidelijk te maken, moet ik misschien eerst even in herinnering roepen hoe mannen met elkaar omgaan. Of van die typische mannenplekken. Aan de bar in de kroeg, langs de lijn op een voetbalveld, op een podium in het theater. Mannen zijn op een ruwe manier lichamelijk. Ze douwen, rammen elkaar op de schouders, geven flinke stompen. En je kan daar een homo-erotische draai aan geven, maar het is natuurlijk gewoon puberaal gedrag. Ze bieden ook constant tegen elkaar op onder het uitslaan van stoere jongenspraat. Rare praat, meestal. Neem bijvoorbeeld een manvolk met een flinke bierspier. Met zo'n zwembandgonsmiddel die afkomstig lijkt te zijn van een van de achterwielen van een tientonner. Er zijn mannen die hun dikke pens vergoelijken met de woorden: goed gereedschap, pak onder een afdakje. Waarbij ze zichzelf weer stevig in de bol zou knijpen en aanlangs zodat ze alleen maar op de tas kunnen vinden.